Ja jongens, we zijn weer in het bos. En dit keer een behoorlijk groen bos. Waar je ook kijkt, overal zie je bosbessen staan. Heel erg gaaf dit. Ja. Dat is een hele mooie plek om 's avonds wild te kunnen spotten. Maar nu, we gaan hier eventjes naar boven lopen. Dan gaan we hier bij deze bomen. Op dat hoogste punt. Gaan we even staan. Maar jongens, kijk eens even hoe groen dat is. Heel mooi. Heel gaaf, jong. Want we willen vanavond, als het een beetje mee zit, willen we zwijnen gaan filmen. En ik weet uit ervaring dat die altijd hier in dit gebied rondlopen. En ik kan jullie ook wel laten zien waar. Als je dit pad ziet, dit loopt naar beneden. Dan gaat het daar naar boven. En dan zie je dat stuk daarachter, dus precies in die knik. Daar, wat je dus nu midden in beeld ziet, daar heb je hele grote kans dat je ze ziet. Want dan hoor ik bijna iedere avond hoor ik daar wel wat geluiden. En ik heb ze ook meerdere malen al daar het bos in zien schieten. En je raadt het al. Nog heel even. En dan is de zon helemaal onder. En dan komen ze meestal het bos uit om eten te zoeken. Dus dat is wel mooi. Jongens, echt waar je ook kijkt. Overal is het groen van de bosbessen. Wow. Heel erg gaaf. Oh, heel mooi dit. Jongens, kijk eens even. Zie je dat? Daar zijn de mooie bomen. Oh, we moeten vanavond een hele lange wandeling gaan maken. En we zijn waarschijnlijk ruim na zonsondergang pas bij het busje. Dus ik denk, ik ga vanavond nog even lekker lopen. Ik heb dat gisteravond ook al gedaan. Ik denk van, ik doe dat gewoon 2 dagen achter elkaar. Ik voel me er veel beter bij. En ik heb ook 1 keer heel goed kunnen slapen, jawel. Maar ja, toen had ik iets meer dan 10.000 stappen gezet in 1 keer. Zonder stil te staan, jawel. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus dat was wel... En daar had je het eerste zwijn al volgens mij. Wacht even. Eventjes kijken. Wat zie ik nou daar staan? Oh nee, dat is gewoon een tak. Jongens, kijk eens even. En overal waar je kijkt heb je van die wildwissels. Heel gaaf. Het is een heel rustig bos ook. Je hoort bijna niets hier. Gaaf. Ik heb er weer geen spijt van dat ik eruit ben gegaan. Jongens, ik heb 2 uur lang heb ik in de file gestaan. Ik denk, ik kan wel naar huis, maar dan sta ik weer in die file. Ik denk, doei. Ik denk, ik ga lekker door het bos lopen. Dan maar een paar uur later thuiskomen. En dan met video's, hè, die ik dan weer allemaal kan maken voor jullie. Dat is ook wel gaaf. Even eens kijken, hier verandert het bos opeens een beetje. En ook hier heb je weer zo'n mooie bosrand. Kijk nou. Zie je dat? Ja jongens, we zijn bijna beneden aangekomen aan het dal, zie je dat? En dan gaat het weer een stuk omhoog. En in dat stuk, daar zitten heel vaak de beesten. En als het goed is, krijg je zo dadelijk een afslag naar links. Kijk, daar zie je hem al. En daar heb je ook hele grote kans dat daar gewoon beesten staan. Als je hier zo naartoe loopt... Dan zie je meestal nooit wat op de weg. Alleen daar in dat stuk, want dat komt omdat hierachter een groot open veld is. Waar waarschijnlijk ook bijgevoederd wordt. Weet ik niet helemaal zeker, maar het kan zijn dat het had gebeurd. Jongens, dit is echt zo super gaaf. Stel je voor in het buitenland heb je dit soms 800 kilometer aan 1 stuk, hè, gesloten. Zulke bossen. Dat lijkt me echt zo super gaaf. Jongens, kijk dan gewoon hoe geweldig dit is. Kijk, en weer zo'n wildspoor, hè, zo'n wildwissel. Heel gaaf, je ziet het heel duidelijk.
We zijn bijna aangekomen bij het laagste punt. En dat is daar. Kijk eens even. En overal die vogelgeluiden van die roodborsten. Gaaf, jong. Jongens, we zijn er bijna. En ja, dan moeten we dat hele stuk nog omhoog lopen daarachter. Ik ben benieuwd, ik zal even iets rustiger gaan praten. Of wij dat zien. Ik kan helaas met deze camera kan ik niet extreem inzoomen. Maar ik heb de lader al besteld, dus die is onderweg. En dan kunnen we binnenkort kunnen we weer hele goede video's gaan maken. Jongens, morgen wordt het waarschijnlijk 24, 25 graden. Ik wil altijd dit stuk nog een keer aflopen, hè, die kant heen. Dat heb ik nog, waarschijnlijk nog nooit gedaan. Let op, hè. Kijk. In dit stuk. Nee, er zit toevallig niks. Maar hier heb je dus hele grote kans dat je ze kan zien. Je moet eens kijken eens even. Zie je dat? Dat is een mega lange weg. Ik weet niet waar die naartoe loopt. Maar dit ziet er super mooi uit. En hier in dit stuk, daar heb ik ze heel vaak gehoord in het bos. Nu toevallig niet. Maar ik weet wel dat ze er waarschijnlijk zit. Wat is dat? Wacht even hoor. Huh? Jawel. De schoot volgens mij net wat voorbij. Eén moment. Jongens, ik beloof jullie wat. Als ik die camera weer op kan laden. De lader is al onderweg. Dan ga ik hier een keer met een statief staan en dan laat ik de camera zo staan en dan ga ik nog veel verder inzoomen op dat achterste punt. En dan wil ik wel eens even kijken hoe lang het duurt voordat hier beesten oversteken. Dat moet volgens mij regelmatig gebeuren. Jongens, we moeten hier helemaal omhoog lopen. Dan gaat het met een knik een beetje naar beneden. En daar achteraan op het allerhoogste punt, daar heb je een topbos. Maar dat zien jullie wel in de volgende video.